Oh, Frans, met je lipje. Kijk zijn lipje. Oh, Mattie komt er wel even bij zitten hoor. Ah, Frans begint gelijk wat vrolijker te worden. Dagelijks HD. Yo dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sims. Wij gaan verder met ons familietje van Dagelijks HD. Je ziet het, ze staan rechts onderin de knappe jongens met natuurlijk mijzelf en links bovenaan onze meest knappe jongen. In ieder geval, laten we maar beginnen. Zoals we in de vorige aflevering hadden afgesloten, de jongens zijn lekker aan het slapen. En Milan is eigenlijk de enige nog die wakker is. Dat mag. Dat komt omdat zijn energie gewoon echt uitmuntend is op het moment. Maar hij voelt zich een beetje beschaamd. Waarom? Oh ja, dat komt... Ja, nu weet ik het weer. Nu weet ik het weer. Hij heeft Frans in zijn blote toges gezien. En dat vond hij niet zo prettig. We laten Milan eigenlijk gewoon maar lekker zijn spelletje spelen. En dan ga ik hem doorspoelen voor de rest. Want degene die als eerst wakker is, geen idee wie het zal zijn, die gaat een ontbijtje voor iedereen koken. We checken bij Melvin. Die zal zo direct even flink naar de wc moeten. We checken bij Matty. Nou, oh, Dylan komt er ook wel erg dichtbij. Frans nog niet. En ik ook... Oh shit, dat komt ook wel dichtbij. Ik denk dat het Dylan wordt. Ik denk dat het Dylan wordt. We gaan het zien. Oh. Daar hebben we hem hoor. Melvin. Simpelweg omdat hij eigenlijk hartstikke nodig moet schijten of wat dan ook. Er staat nou weer niet bij wat ze exact moeten doen, maar gewoon de wc gebruiken. Melvin is degene die voor ons het plezier zal doen om dus even eten te gaan koken. Voor de rest een ontbijtje. Lekker. Oeh, ik mis eigenlijk een lampje in deze slaap of in deze badkamer. Laten we dat maar even belichten. Oh, Melvin, wat heb je nou weer gedaan? Ja, ga maar gebruik maken van die andere wc, hoor. De volgende die wakker wordt, zal dus de wc moeten repareren. Wie zal het zijn? Oh, ik ben heel erg benieuwd, hoor. Maar Melvin gaat even lekker... Ja, oeh, hemeltje, wat gaat hij doen? Wat zullen we eens maken voor iedereen? Een roereitje, ja. Een mooi, lekker roereitje, lekker simpel. Gaat lukken. Oké, de volgende die wakker gaat worden is... Oh mijn god, ik zie het nu pas. Melvin is gewoon de sloper wat betreft wc's. Hij heeft gewoon 2 wc's gesloopt. Oh mijn god. Oké, dus de tweede, of de persoon die nu wakker wordt, gaat dus 1 wc repareren. De persoon die daarop volgt, die moet de andere wc repareren. Ik denk dat ik de snaak ben. Iedereen wordt wakker. Tja, oh nee, wat gebeurt er? Melvin! Melvin! Melvin, nee, je mag niet doodgaan. Kan iedereen blussen? Melvin, ga jezelf blussen. Geen paniek. Blus, 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 blus. Milan, doe iets. Blus hem. Oh mijn god. Melvin, kluns. Oh mijn god, ik moet even... Wat is hier zojuist gebeurd? Oh my god, Melvin. Nou, Melvin zal dus eigenlijk gewoon een fast lane ticket of hoe je het ook mag noemen. Wacht, wat is er gebeurd? Waar zijn Matty en Gaas terug naar huis, jongens? Weet je wat? Ik zal wel eten koken. Wat? Oh, ons fornuis is naar de kloten. En die centering duur. Kut. Melvin, dit is gewoon kut. Damn it. Ja, dat gaat bakken met geld kosten. Verdomme. Oh, dat valt ook niet te repareren. Oké, wacht. Nou, ik heb een nieuwe gekocht. Het kostte me €400 of zoiets. Ik weet het ook niet meer. Hadden we niet nog iets in de koelkast of zo? What the fuck, Matty? Waarom ben jij nou weer zagrijnig? Ja, omdat er brand was zeker. Shit. Oké, omdat iedereen wakker werd, moet er dus eigenlijk iemand gewoon het op zich nemen om dus alles te gaan repareren. Een bad nemen. Sorry Melvin, we hebben geen bad. Jongens, wat staan jullie daar nog? Ga iets doen. Hier, ga mijn yoghurt eten, ja. En Melvin, ongelooflijk Melvin. Jij mag gewoon nooit meer wat doen. Gewoon nooit meer. Je verneukt het alleen maar. 2 wc's stuk, keuken in de fik gezet. Melvin, je hebt gewoon de trend voor jezelf gezet. What the fuck? Ook gewoon, ik zat naar die jongens te kijken hoe ze gewoon aan het slapen waren. Opeens wordt iedereen wakker. Ik zag van, wat gebeurt er? En opeens, nou, brand en alles. Ik denk, oh. Melvin, ik denk dat je wel schoon bent. Melvin, kan je misschien de magnetron dan gebruiken? Cornflakes, dat kan je niet verneuken. Dat garandeer ik je. Oh, Frans, die moet nu nodig naar de wc. Ja, maar alle wc's zijn al in gebruik. Pas op, Frans, voordat je straks iets verkeerd doet. Ik zal wel de Sjaak zijn hiervoor. Ik zal alles wel opdweilen en schoonmaken. Frans, verdomme, ik probeer het alles even schoon te maken. En dan ga jij hier gewoon staan. Ja, nu voel je ongemakkelijk omdat je in een kutomgeving zit. Dat begrijp ik ook wel. Ik zal dan wel alles opruimen, aangezien ik toch al de eerste... Je hebt een vuilnisbak nodig om dit... Ik heb geen eens een vuilnisbak. Hoe kom ik daar? Waarom heb ik nou... Nou, we hebben een vuilnisbak hoor. Een mooie roze. Maar we moeten even dringend geld gaan verdienen. Weet je wat? Matty, kun jij... Ja, jij kan al deelnemen aan het toernooi. Doe dat maar. Ik kreeg trouwens ook
talloze reacties met Don, gebruik de code en dan kan je motherload invullen. Ja, maar dat wil ik niet. Want dan krijg ik in één keer 50.000 Sims dollar. Wat is het hele punt van spelen als ik gewoon ga cheaten? Dat is hetzelfde als ik met Call of Duty, dan ga ik één bot gebruiken of zo. Waarom zou ik dat doen? Dat is gewoon niet cool. Oh, Frans is zelfverzekerd. Hij heeft $12 verdiend. Yeah, nice going, Frans. Hier, ga je spierballen maar even aan Dylan laten zien. Doe maar. Oh, ja, 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 dat deed hij het hoor. Dweilen dat het een lieve lust is. Oké, ik begrijp dat ik energiek ben, maar wat? Oké. Ah, Matty, heb je verloren. Het uitgillen. Hoe kan je het uitgillen? Gaat het eens uitgillen? Het uitgillen. Ja, dat wil ik zien, dat wil ik zien. Komt-ie. Hij zit hier gewoon onder het deken te huilen. Jezus, Matty, jij bent wel erg diep gezonken, hoor. Ga nu maar even lekker joggen, man. Dat heb je verdiend. Dylan, die zou graag in bad willen, maar dat kan helaas niet. Dan moet ik een bad kopen. Kijk hoe duur een bad is, hoor. Nou, op zich, een bad is maar 250 Sims dollar. Dus het zou kunnen. Even kijken, hoor, of dat past. Fuck it, ik doe het gewoon. We hebben enorm veel geld nodig, maar hè, we hebben ook luxe nodig. Oké, wat ben jij nou doen? Ga dan in bad, Dylan. Gewoon in bad gaan. Hoe moeilijk is het? Gewoon, ja, oké. Mooi met je blote togens erin. Nou, even kijken of ik een beetje kan koken. Dan vliegt die klote bende weer in de hens. Dan geef ik het op. Dan kan ik zelf dus ook niet koken. Wat? Waarom wil Dylan gemeen doen tegen Frans? Dat is zo... Dylan. Dat is echt weer Dylan, hoor. Echt weer Dylan. Is het eten al klaar? Oei, dat is heet. Ah, kijk. En dan kan ik iedereen lekker aan tafel roepen. Nou, komt iedereen aan tafel nu of niet? Ja, ze komen eraan, hoor. Ik moet dan wel even alles cancelen wat ze gaan doen. Dan gaan we even lekker gezamenlijk eten. Even kijken hoe het met de rest van... Frans! Ah, Frans! Je zit hier zo alleen. En je stinkt ook een beetje, Frans. Er komt geur van je vaf. Nee, Frans. Je ziet er zo verdrietig uit. Oh, Frans. Met je lipje. Kijk zijn lipje. Oh, Matty komt er wel even bij zitten, hoor. Ah, Frans begint gelijk wat vrolijker te worden. Arme Frans, joh. Ik heb het zo met je te doen. Ik vond het zo zielig voor je. Maar nadat je dat hebt gedaan, mag je lekker een bedachtzame douche nemen. En daarna mag je nog heel even een computerspelletje spelen. Maar daarna moet je wel te bed gaan, hoor. Je kan het hem gewoon niet kwalijk nemen. Oh, Dylan. Verdomme. Nu sloopt dit. Weet je wat, Matty, ga jij die bende van Dylan maar repareren. Wat me trouwens ook wel een leuk idee lijkt voor de volgende aflevering, is dat we dus met de gehele groep gaan we dus de volgende aflevering naar een club of een ander uitstapje. Dat lijkt me wel leuk. Gaat het goed, Frans? Je bent jezelf even flink aan het oppeppen in de spiegel. Goed gedaan, Frans. Ja, praat er maar over die brand. Praat maar over hoe verschrikkelijk het was. Laat het eruit. Ja, Dylan, je moet nou weer net niet op mijn neus gaan zitten als ik iets aan het repareren ben. Daar word ik zenuwachtig van. Hier, ik heb het gerepareerd. Dan moet je niet boos gaan doen. Voor geen enkele reden. Potverdikke me, Dylan. Oh, god. Deze troep lacht er nog. Dat zag ik helemaal niet. Melvin, dat mag jij doen. Dat is een makkelijke taak, hè. Dat kan jij wel. Wat? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Oh, Dylan, je hebt verloren. Oké, ga jij dan ook maar eens een keer een somberheidshulplijn bellen. Het werkt echt, hoor. Ik spreek uit ervaring. Het werkt. Oké, even kijken of het gaat lukken. Of als ik dat toernooi kan winnen. Ah, deze keer geen prijs. Ah, ik moet ook al de somberheidshulplijn bellen. Fuck sakes. Melvin, wat heb je nou weer gedaan? Ik laat je één keer een bad nemen en je gelijk alles is weer nat. Verdomme. Nou, Dylan is moe. Die gaat naar bed toe. Ik ben een somberheidshulplijn aan het bellen. Hopelijk helpt dat. Oh, dat heeft al geholpen. Mooi. Dan kan ik eigenlijk ook wel naar bed toe. En dat ga ik dus ook doen. En dan blijft Melvin nog over in zijn eentje die een spelletje aan het spelen is. En dat is mooi. Want dan ga ik het hierbij laten. We houden weer dezelfde afspraak aan. Degene die als eerst wakker is, die moet natuurlijk weer het ontbijt maken voor iedereen. Of deze keer was het Melvin. Die heeft alles in de hens gezet. Alles ging fout. Dus we moeten er nu een beetje op letten dat het wel goed gaat. Maar voor nu wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims. Elke dinsdag en zaterdag komt er een nieuwe aflevering. Dus zet het in je agenda. Tot de volgende keer. Doei!